Ruben Meijer, de vriendin van Dally Ellie, staat op nummer 6 en zij is echt lekker. Zij is echt lekker. Yo dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je misschien hoort aan mijn stem, is het nog best wel vroeg. En het is ook best wel vroeg, want het is 7:50 en ik sta hier gewoon om 7:50 op om even een video voor jullie te maken. Dus ik hoop dat jullie daar blij mee zijn. Laat even een duimpje achter en abonneer even op mijn kanaal, want we moeten even groeien, grappies. We moeten even dit jaar nog even die, wat zullen we maken, die 1000 abonnees of zo halen. Dat zou echt ideaal zijn, dus als jullie me daar wel even willen steunen, zou het echt fucking awesome zijn. Zoals je misschien gezien hebt, heb ik de afgelopen week allerlei WK-challenges online gegooid. En om een beetje in de trance te blijven, heb ik vandaag weer een nieuwe WK-video voor jullie. En ik denk dat jullie allemaal al een titel gezien hebben en waarschijnlijk ook daarom deze video hebben aangeklikt. Ik heb nou een top 10 lijstje gemaakt van de vrouwen van de spelers die nou momenteel actief zijn op het WK in Rusland. Het was voor mij super moeilijk om te beslissen wie er nou in de top 10 kwam. Maar uiteindelijk heb ik toch een lijstje kunnen maken. Het is natuurlijk wel mijn eigen mening. Dus als jullie vinden dat er wel vrouwen missen, laat dan even weten in de comments hier beneden. Laten we er niet lang over praten. Ik denk dat jullie gewoon de vrouwen willen zien. Dus ik zeg, yo, let's go. Het was voor mij een hele moeilijke keuze om te beslissen wie op nummer 10 kwam. Maar uiteindelijk heb ik besloten om daar Noemi Hapert neer te zetten. Zij is de vrouw van Yannick Ferreira Carrasco, die momenteel met België op het WK speelt. Ze was in 2013 verkozen tot Miss België en dat is op zich ook wel te zien aan haar. Ze is gewoon knap, mooi meisje, dus niks te klagen eigenlijk verder, hè Yannick. Op nummer 9 hebben we Anna Lewandowska en je mag 3 keer raden van wie zij de vrouw is. Ja, je raadt natuurlijk al, het is Robert Lewandowski. En ook zij is net als Robert een topatleet, want ze heeft al meerdere medailles gewonnen met karate. En behalve het feit dat iedereen ziet dat ze er super goed uitziet, is zij ook super slim. Ze heeft een PhD gehaald. En voor mensen die niet weten wat PhD is, het is de hoogste academische graad die je kan halen. Op nummer 8 hebben we Anastasia Kostenko en zij is de vriendin van Dmitry Tarasov die momenteel met Rusland actief is op het WK. In haar geboorteland Rusland is Kostenko een model en dat is ook wel te zien als je deze foto zo bekijkt. Op nummer 7 heb ik gekozen voor Amin Gülse, de vriendin van Mesut Özil. Deze prachtvrouw is in 2014 verkozen als Miss Turkije en dat is ook echt wel terug te zien aan haar. Ze heeft haar looks van een Turkse vader en een Zweedse moeder. En ze is momenteel actrice en een model. Ruben Meijer, de vriendin van Dally Ellie, staat op nummer 6. En zij is echt lekker. Zij is echt lekker. Maar ik vind haar gezicht een beetje lijken op dat gezicht van Dua Lipa. Eén ding is zeker. Dally Ellie mag zeker niet klagen. We zijn aangekomen in de top 5. En aangezien de nummer 6 al super hot was, is dat een goede voorbode voor de top 5. Dus we gaan naar de nummer 5 toe. Let's go. Op nummer 5 hebben we een vrouw die iedereen waarschijnlijk wel kent. Het is namelijk Shakira, de vriendin van, of de vrouw ondertussen van Gerard Piqué. Piqué heeft samen met Shakira 2 zonen. En ondanks dat Shakira al 41 jaar is, valt er niks van terug te zien. Nog steeds is zij gewoon hoppie lekker. Op nummer 4 hebben we de vrouw van een van de beste spelers ter wereld, namelijk Georgina Rodriguez. En zij is de vriendin van superster Cristiano Ronaldo. Samen hebben ze vorig jaar een babydochter gekregen, genaamd Alana Martina. En voordat Georgina Rodriguez bekend werd, werkte zij gewoon in een Gucci-store in Madrid. En nu is ze gewoon fucking famous. Op nummer 3 hebben we het Braziliaanse model Bruna Marques zien staan. En tevens een vriendin van Braziliaanse voetbalster Neymar. En zoals je kan zien scoort Neymar niet alleen op de velden goed, maar ook buiten de velden. Want man, wat is zij knap. Ik laat hier even een paar foto's voorbij komen waar jullie even van kunnen genieten. Maar geen vieze dingen doen, hè. Op nummer 2 hebben we weer een beauty staan, namelijk Annie Kilner. En zij is de vriendin van Kyle Walker, die momenteel met Engeland op het WK zit. En foe, wat krijg ik het gewoon warm van haar. Ik krijg het echt oprecht warm van haar. Als ik al kijk naar deze foto. Ik begin gewoon spontaan te zweten. Oei. Ik denk dat zij ook verder geen introductie meer nodig heeft. Kijk maar goed naar deze foto en ja, je hebt genoeg informatie. En op nummer 1, de vrouw waarvan ik vind dat zij alle andere vrouwen verslaat qua beauty, qua uiterlijk, is Karin Jimenez. En zij is de vrouw van Santiago Arias, die momenteel met Colombia op het WK zit. En man, wat heeft hij het goed getroffen. Ze is niet voor niets Miss Colombia geworden. Echt, poeh. Zij is echt fucking lekker, hè. Niet normaal, zij is echt lekker. Ik weet niet of jullie ooit haar Instagram foto's hebben gecheckt, maar hier laat ik een paar voorbij komen en je kan niet ontkennen dat ze gewoon fucking lekker is. Yo, en dan was het eigenlijk weer voor deze video. Vinden jullie dat er eigenlijk andere vrouwen hoorden in deze top 10? Laat dat even weten hier beneden in de comments. Als je het leuk vond, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet om mij te abonneren en dan wens ik jullie een hele fijne dag verder. Ciao mensen.